Truffel en Beertje zijn dus alweer een tijdje veilig terug bij hun baasje. In februari werden ze uit deze schuur gestolen. Hier is het allemaal begonnen. Dit is, hier hebben ze gezeten en ze zijn door de tuin gekomen, de daders. En hebben ze meegenomen. Ten einde raad loofde Rianne Bos op Marktplaats een beloning van 1000 euro uit voor de gouden tip. Daarop krijgt ze een vreemd telefoontje van een man uit de buurt van Breda. Er zijn twee teefjes. Ja, dat klopt. En op, ja, precies jullie hondjes. Ik weet eigenlijk 100% zeker dat ze jullie zijn, maar ik kan ze alleen maar terugkopen. En dat geeft Rianne het gevoel dat ze wordt opgelicht. De politie hebben we gevraagd om te komen, die kwam dus niet. Die zei van op voorhand kunnen we niets doen, bel maar 112 als uit de hand loopt. Ja, ondertussen moesten we zelf dingen gaan regelen, vrienden geroepen die hier binnen stonden om alles op te nemen met videocamera. En buiten stonden wij om te onderhandelen, om te kijken of we iets meer konden krijgen van de mensen, informatie waar het vandaan kwam. Nadat ze het geld betaalde, kreeg ze haar hondjes Truffel en Beertje terug. Marianne durfde geen aangifte te doen. Die mensen hebben ook gezegd van als je wat... Tegen de politie, als je aangifte doet, dan kun je represailles verwachten. Wij waren ook erg bang, de angst. Maar je gaat nadenken, je gezonde verstand komt er boven drijven. En dan zeg je toch van, dit kan niet, dit bestaat niet. We hebben een gesprek met haar gehad. Ze heeft daarbij ook aangegeven dat ze daar toch een ontevreden gevoel over had. Het was ook wel wat angstgevoel, dat ze het ook niet vertrouwde. En in dat gesprek hebben we haar ook aangegeven van, god, doe dan in ieder geval aangifte. Dan kunnen we naar aanleiding van die aangifte kunnen we kijken of we daar eventueel een onderzoek op kunnen starten. En dat is precies wat Rianne wil. Recht zal zegevieren.